Er vliegen enkele zeearenden in Drenthe rond. Maar de gigantische roofvogels hadden hier nog geen jongen grootgebracht. Tot dit voorjaar. Fantastisch, hè? We hebben voor het eerst een zeearendenpaar, een broeder in Drenthe. De eerste keer, de primeur. Geweldig. In een bos bij Veenhuizen zit nu één zeearendje in het nest. Eind juli zal die uitvliegen. Er zijn er twee uit ei gekropen, rond 10 mei. En eentje is er helaas vrij snel overleden. Dat gebeurt vaker bij roofvogels, dus dat is niet zo heel bijzonder. En eentje is doorgegaan en hij zit goed nu in de veren. En het ziet er allemaal wel goed uit, tot nu toe. Om dat zo te houden moet de locatie van het nest geheim blijven en mag er niet vlakbij gefilmd of gefotografeerd worden. Het gebied is afgesloten en de zeearend is heel verstoringsgevoelig, heeft echt rust nodig. He, ook om zijn jongen groot te brengen. Dus allemaal verstoring en onrust, dat willen we voorkomen. We zijn zo blij met het eerste broedpaar, dus laten we daar nou heel zorgvuldig mee omgaan. En we zijn paarden genoeg hier in de omgeving. Dus je kunt er, als je goed kijkt in de lucht, de grote kans dat je hem voorbij ziet vliegen. Maar we houden natuurlijk de nestplek houden we eventjes geheim, want we willen natuurlijk alle risico's voorkomen. Zeearenden hebben watervogels op het menu staan. Ja, is dat zorgelijk gezien de heersende vogelgriep? Dat houdt natuurlijk ons hart vast dat niet gebeurt. Vandaar we ook zo goed mogelijk willen beschermen nu tegen verstoring. Maar er zitten uiteraard risico's. Daarom kijk ik ook uit naar eind juli. En elke dag even wat groter als jonge vogel. Hè, dat de kans ook wat kleiner wordt dat hij het niet redt. Het gebied was al afgesloten. Daarnaast is er extra beveiliging. Ten eerste broedt de zeearend in een afgesloten gebied. Er hangen camera's, er is surveillance aanwezig, continu. En als we mensen waarnemen daar, dan is het niet best. Er wordt echt dik vet bekeurd.